Ja, welkom beste kijkers bij Shockey Reporter TV. Vandaag is Shockey Reporter gast op Sportpark de Noordeloos. Het prachtige Sportpark de Noordeloos mag ik wel zeggen. Waar vandaag de wedstrijd wordt gespeeld tussen Noordeloos en ASH. Nog echt twee dorpsploegen tegen elkaar. En wat echt amateuristisch is, dat is echt mooi. Ja, en voor beide ploegen is toch wel belangrijk, want de winnaar die blijft bovenin meedoen. Dus er staat nog wat op spel en we hopen dus ook op een leuke wedstrijd. Maar zoals je van ons gewend bent, gaan we eerst praten met de pupil van de week. En die mag zij even zelf aan ons voorstellen. Hoe heet jij? Ik ben Sjoerd van Vught en ik ben 9 jaar. 9 jaar. En Sjoerd, in welk team speel jij? Noordeloos Heel 11. Jong 11. En op welke positie? Net voor de verdediging. Wat zei je? Net voor de verdediging. Oh, net voor de verdediging. Jij moet een beetje zorgen dat het doelpunt uitblijven. Zeker. Heb je vandaag nog gevoetbald? Ja, ik ben kampioen geworden. Nou, gefeliciteerd zeg, dat is leuk. Met hoeveel heb je gewonnen vandaag? 9-1. Zo, dat is nog wat. En scoorde je wel eens een doelpuntje ook? Ja, heel soms. Kijk eens aan, dat is wel mooi. Wat vind jij zo mooi in voetballen? Nou, dat je gewoon met je vrienden en alles speelt. Ja, dat is altijd leuk, hè? En trainen, vind je trainen ook leuk? Ligt eraan wat we doen op de training. Wat zei je? Ligt eraan wat we doen op de training. Ja, partijen mooi, dat vind je het leukste zeker? Zeker. En lopen is niet altijd alles, hè? Nee. Nee, dat dacht ik ook. En schoolgaan, vind je schoolgaan ook leuk? Nee, dat sowieso niet. Vind je dat niet leuk? Nee. Nee, ik heb zeggen tegen andere jongens ook wel eens. En er gaat altijd zoveel vrije tijd in zitten en blijft geen tijd om te spelen over, hè? Zeker. En heb jij nog meer hobby's dan voetballen? Niet heel erg veel nog. Niet bij computer of gamen? Ja, dat ook nog een beetje. Ja, dat wel, hè. En ga je wel eens meer bij het eerste kijken? Ja. Ja? En heb je nog wel eens een favoriete speler ook bij het eerste? Lars. Wie? Lars Vonk. Oh, Lars, ja. Ja, dat is mijn neef. Ja, een goeie ook, hè? Zeker. Oké. En ik zei net, ja, de favoriete speler. Je gaat wel eens bij het eerste kijken. Heb je ook je favoriete speler bij het betaalde voetbal? Feyenoord, Ajax, PSV? Ja. Kylian Mbappé. Wie? Kylian Mbappé. Oh, kijk eens. En in het buitenland, heb je daar ook nog favorieten? Lamine Yamal. Kijk dan, je hebt echt wel goed dingetjes ervoor, hè? Ja, ik zeg ook, je bent nog erg jong, maar je wilt toch later zeker ook wel in het eerste komen. Zeker. En als kan nog hoger op, hè? Ja. Ja, dat dacht ik al, hè? Als liefst nog naar het Engels elftal, hè? Ja, dat wil ik zeker. Nee, want gisteren was het niet best, hè? Nee, dat klopt. Nee, dat vond ik ook al niet. Maar goed, en als hij nou toevallig, dat kan gebeuren, hij dat niet gaat halen, de profvoetballer. Weet je misschien al waar je wil worden? Nee. Nee, maar toen vroeg ook, je kan nog kiezen en je nog tijd zat of niet? Ja. Ja, dan hebben we vanmiddag een belangrijke wedstrijd. He? Het is voor beide ploegen, dat zei ik net al. Degene die wint, die vindt de aansluiting met de bovenste houding. Dus wat denk jij dat het gaat worden? Ik denk dat het eerste van Noordeloos met 2-1 wint. Kijk eens aan. Jij bent echt bescheiden en je ziet het goedkeurig in. Ik hoop voor jou dat ze winnen. He, dan heb jij in ieder geval een goede dag, of niet? Ja. Kijk, je mag dadelijk de aftrap doen. Die film ook. Die kun je ook rustig nakijken vanavond. He? Ja. Ja? Hey, ik wil jou bedanken. En ik wens je veel succes vanmiddag. Bedankt, Sjoerd.